Ja, ook een vervolgvraag op net. Want als we nu in alle eerlijkheid gewoon weten dat het op heel veel clubs, heel veel sportverenigingen niet lukt om het coronatoegangsbewijs in de kantines al te vragen. En ik kom vaak genoeg bij sportverenigingen om dat best wel goed te zien. Maar het blijkt natuurlijk ook uit enquêtes. Hoe moet dat dan op het moment dat dat coronatoegangsbewijs verder wordt uitgebreid? En gaan er dan ook boetes komen als clubs zich daar niet aan houden of niet aan kunnen houden? Ja, kijk, ik maak wel verschil. Kijk, als je een fysieke situatie hebt waar evident is, als je daar een deskundige laat kijken, dit wordt wel heel erg lastig, dan gaan we kijken of we daar iets kunnen oplossen. Want dat vind ik iets anders. Maar als je evident, ik gaf jullie aan hoe wij je handhaven, als je evident niet je best doet, dan vind ik, dan kunnen we geen verschil maken tussen een club en een horecagelegenheid. Want die horecaondernemer moet heel veel geld betalen, moet ook zijn belastingen betalen. Dat zeg ik ook tegen een vereniging als het gaat over het alcoholverbod. Daar vind ik geen discussie. Het kan niet zijn omdat je een vereniging bent, dat je dan lichter behandeld zou kunnen worden. Maar ik heb er wel begrip voor dat het voor een vereniging, dit is natuurlijk toch een wezensvreemde maatregel die je nu moet toepassen voor ons allemaal, dat je even tijd hebt nodig hebt om daarin te komen. Daar kunnen we bij helpen. Maar er komt natuurlijk wel een moment, als je echt niet mee wilt doen, ondanks de hulp die wij aanbieden, ja, dan komt na de zachte arm van papa Bruls, komt de harde arm van papa Bruls. Zo zit het leven ook in elkaar. Het is opvoeden, hè? Nou, deze laat ik even weer van mij afglijden. Want anders gaat hij mee in het debat. Dus dat moeten we even voorkomen.